En daarover gesproken, Jill. De ChristenUnie wil snel recht kunnen toepassen voor antisemitisme. Ja, dat jodenhaat ook hier in Nederland nog aan de orde van de dag is, dat is de afgelopen weken wel duidelijk geworden. De gemeenschap, Joodse gemeenschap in Nederland voelt zich angstig. Stille tochten gaan niet door. Scholen blijven dicht. Joodse bladen gaan niet meer herkenbaar op de post. Het is allemaal extra opgeleid sinds die oorlog tussen Israël en Hamas. Dat komt ook door wat er broeit online. Het CD deed gisteren aangifte tegen Instagram-platform 6 vanwege uh, de antisemitische posts en ook de haatreacties eronder. Er staan vreselijke verwensingen tussen als... jammer dat Hitler zijn werk niet af heeft kunnen maken... en nog een uh, aantal gradaties erger. De ChristenUnie wil dat de mensen achter deze account... sneller voor de rechter verschijnen. En dat er ook speciale bevoegdheden komen voor de politie... om deze jodenhaat de kop in te drukken. En op één zei Mirjam Bikker er gisteravond dit over. Hint het erbij dat we de norm stellen dat als jij... Daad eigenlijk laat zien. De, ik, ik haat Joden. Ik rui op. Antisemitisme. We hebben uitspraken gezien nou, waar de honden geen brood van lusten. Oproepen tot geweld, eigenlijk. Oproepen tot geweld. Verwijzingen naar Hitler. Dat verdient lik op stuk. Als jij dat uit je toetsenbord weet te rammelen, zulke vunzigheid. dan verdien je het gewoon dat de politie bij je op de stoep staat. En dat je wordt aangepakt. En dat betekent in de praktijk? En dat betekent voor mij wat we bij Oud en nieuw kunnen, wat we bij voetbalrellen kunnen, dat we lik op stuk hebben, snel recht. Ja. Echt zorgen. Binnen een week het super aan. snel recht. Snel voor de rechter en laten we weten: dit tolereren wij niet in ons land. Wij komen op voor een kwetsbare gemeenschap. We staan voor hun veiligheid. Dat doen we met elkaar. En als jij zo heftig bent om dit te uiten, dat pikken we niet. Ja. Dan gaat het dus over de reacties onder, uh, van die post. Is het snelrecht inderdaad wat u betreft ook een, de meest effectieve manier? Nee, want het meest effectieve is als je die post weghaalt. Dus daar ligt natuurlijk een verantwoordelijkheid... voor de social media platforms. Denk aan, aan, aan Meta. Kijk, die shit staat online. En elke minuut dat het online staat en anderen erop reageren... want dat is natuurlijk het effect, anderen hitsen elkaar op... Uh, in de meest vreselijke bewoordingen... Uh, het moet offline gehaald worden, zo snel mogelijk. En overigens, die plicht rust ook op die sociaal, social media platforms. Dus op zich, wat mevrouw Bikker zegt, mijn gewaardeerde collega, eens het liefst heb je uh, aanpakken, snel recht. Alleen ja, het meest effectief is natuurlijk offline halen die berichten. Ja, en dan, dan kijk je toch weer naar, naar Europa ook. Zou daar iets Europees kan... geregeld moeten, moeten worden? Ja, ik denk dat uh, dat Europees ook wel geregeld moet worden en daar zijn er ook gesprekken over. Um, het is onaanvaardbaar dat je gewoon online kunnen blijven staan. Je moet dat ergens kunnen melden en dan moet weggehaald kunnen worden en er moeten gevolgen zijn. Ook wel voor de, de, de persoon die dat gepost heeft. De terrorist die mensen vermoord heeft in Brussel kon ook heel lang op sociale media geweld blijven, uh, nee, uh, geweld blijven promoten. Ja, is dat iets wat vandaag tijdens de Europese top, ja, daar hebben ze het denk ik niet over? Hè? Nee, vandaag gaat het, uh, gaat het daar niet over. Daar zit je denk ik, uh, zeker met de grote, vaak Amerikaanse uh, providers van platforms. Daar zullen, probeert Europa wel wat andere afspraken te maken, maar dat zit niet in dit overleg. Nee, en dat is, ja, is dat moeilijk om met die, met die platforms afspraken te maken? Lijkt me wel, want... Hij... Maar het kan wel, ja, hè. Dus ja. de Digital Services Act is, ja. is van toepassing. De ACM in Nederland heeft inmiddels een toezichthoudende rol gekregen. De, dus het kan wel. Maar ook hier heeft het weer te maken met wat wil je uitstralen. Ja. En volgens mij moet uitgestraald worden naar die social media platforms. Dit is ontoelaatbaar. Even los van het strafrechtelijke karakter. En natuurlijk wil je dat mm. al die mensen die vanuit een toetsenbordje... Uh, antisemitisme spuien, wil je dat die aangepakt worden. Maar het beste is meteen offline. Want zolang het online ja. staat. Maar dan gaat er dus ook iets mis bij de, bij de moderatie daarvan. Want in principe. Ja, uh... ja maar ik, ik vind dus ook zo'n uh, Instagram-account als Semokro. die hebben een superdubieuze super rol. Dat, de, de, superveel volgers. En die staan eigenlijk toe dat onder, op basis van hun posts. Go gewoon jodenhaat gespuit wordt. En ik heb ook de indruk dat uh, ja. de beheerders van het account... het ook bepaald niet erg vinden. Dus ja, ik ik, ik heb wel uh, ik, ik snap dat het CDO ook aangifte ja, die daar heeft. Ja, daar is aangifte nu. Hè? Precies, ja, precies, ja, terecht ja. ook. We gaan naar iets anders, hè?